Bloemetje van de Week wordt mede mogelijk gemaakt door Purvis. Bloemen en planten op het Rivierenplein in 's-Hertogenbosch. Hallo dames en heren. Wij zijn hier vandaag op theaterfestival De Boulevard. Kijk eens om u heen. Wat een levendigheid en een gezelligheid. We gaan hier iemand overvallen met een bloemetje. Het bloemetje van de week is deze keer voor een van de organisatoren, Joep Groteman. Goedemiddag Joep. Goedemiddag. Ik heb hier het bloemetje van de week voor jou. Ah, wat geweldig. En heel fijn. En waarom krijg ik die? Geen idee. Geen idee. Nou ja, we staan op Theaterfestival Boulevard. Dus... We staan op Theaterfestival Boulevard. En jij bent een van de organisatoren, heb ik me laten vertellen. Dat klopt. Tenminste, ik ben verantwoordelijk voor, ik doe de marketing en communicatie. Dus alle foldertjes en dergelijke die je handen hebt, die krijg je. Die heb jij verzorgd. Je doet dit niet alleen, want ik bedoel, ik kijk om me heen. Het is hier een drukte van jawel. Er zijn heel veel kraampjes. Ik kan me voorstellen dat er verschrikkelijk veel werk is. Ja, maar het is ook weer verschrikkelijk leuk werk. We beginnen altijd met een heel klein team, met een man of 5. En dat is het kernteam. En die is het hele jaar door is die bezig om alles te regelen. Dus we hebben de mensen die het programmeren en de productie draaien. En dat is dan vlak voor het festival, dan knalt het uit elkaar. Dan komen de horecamensen erbij, de artiesten natuurlijk, die het leven in het plein blazen. En een paar 100 vrijwilligers, dus het is geen groot feest. Zeg. Als dit dus afgelopen is, hoe lang duurt het? 11 dagen, het is 1 tot en met 11 augustus. Als dit afgelopen is, dan is het opruimen en gelijk opnieuw beginnen. Ja, maar eerst heel even met de benen een klein stukje omhoog. Ja? Want het is redelijk intensief, 11 dagen achter elkaar natuurlijk. Maar dan gaan we wel redelijk snel door. Dan gaan we evalueren natuurlijk. Maar ook de plannen voor komende jaren liggen ook al natuurlijk alweer te broeien in de kast. Dus die gaan we dan verder uitwerken. Jullie hebben geen gebrek aan ideeën? Nee. Is het ieder jaar anders? De grote lijnen die zijn wel ongeveer hetzelfde. We hebben dit jaar wel wat nieuwe dingen toegepast. Vertel eens. Nou, we hebben bijvoorbeeld een nieuwe programmalijn toegevoegd. Dus Boulevard Fabrikaat. We hebben hier het festivalplein, zeg maar. Dat is de derde lijn, zoals wij dat noemen. Met alle tentjes en dergelijke. Fabrikaat is een nieuwe soort tweede festivalhart in de Verkadefabriek. Theater meer noordelijk van ons. En daar kun je allemaal jonge makers en nieuwe initiatieven die daar eigenlijk een soort mini-festival ook nog houden. En vanuit het festivalplein vertrekken nog allemaal bussen naar voorstellingen op locatie. Op hele onverwachte Reinier van Arkel staat een voorstelling. Petelaarse Schans start vanavond dan een hele spectaculaire voorstelling met vuurwerk en trommelaars voor 2500 mensen per keer. Dus we zijn eigenlijk overal een beetje aanwezig. Het is niet meer op één plek, maar je zit eigenlijk door de hele stad heen een beetje op allerlei locaties. Ja, precies. Dit festival, is het puur voor professionelen of is het ook voor amateur? Nou, het is net welke plannen. Ja, en wat is amateur? Dat vind ik altijd een beetje lastig. We zijn er voor makers en sommige mensen die willen per se maken. En als het een bepaalde kwaliteit heeft, dus als we weten van mijn buurvrouw maakt iets, maar die maakt dat met zoveel passie dat een bepaalde standaard krijgt, dan kan dat ook een plek krijgen. Maar de meerderheid is gewoon wel professioneel bezig met het maken. Melden mensen zichzelf aan of komen ze op uitnodiging? Allebei. Voor een groot deel is het zo, de mensen bij wie we werken, bijvoorbeeld we staan voor Rob en Emiel, gaan we ook meerdere jaren een verbinding mee aan. Want we vinden gewoon, mensen moeten dat ook een beetje leren kennen. Nou, Rob en Emiel staan inmiddels, volgens mij 8 jaar al hier op Boulevard met veel succes. Dus die proberen een plek te geven. Dat betekent uiteindelijk dat je ook minder plek hebt voor wat nieuwe mensen. Maar die proberen wel ingangen te geven. Dus die melden hun plannen aan. We hebben dit jaar voor het eerst een pitch gehouden. Dus we hebben eigenlijk 3 plekken open gehouden. Daarvoor hebben we gezegd van dien je plannen in. En die hebben dat, het waren uiteindelijk 10 projecten die we hadden gekozen. Die hebben een presentatie gehouden, hele korte, voor het publiek. En daar hebben we er 3 uitgekozen uiteindelijk. En die hebben nu staan in het Fabrikaat te spelen. Dat is een soort auditie eigenlijk wat ze doen. Ja, wij moeten als festival natuurlijk ook op zoek naar nieuwe manieren van en programmeren, maar ook financiering. Dus we hebben het publiek ook daar mede verantwoordelijk voor gemaakt. En we wilden gewoon kijken, het is heel spannend. Zo van, het gaat nu natuurlijk heel erg om publiek zoeken bij wat je doet. Je kan niet meer zomaar iets maken en dan maar verwachten dat iedereen op afkomt. Want dat werkt gewoon niet en hoort niet meer bij deze tijd. Ik ben ook heel benieuwd wat we hier nu allemaal kunnen bewonderen.
Ik ben zelf ontzettend theaterliefhebber. Ja. En het is eigenlijk heel gek, ik ben nog nooit hier geweest en ik loop hier nu en ik denk, nou ik moet hier naartoe, want sowieso. Er is hier zoveel te zien. Nou, we hebben dus Rob en Emiel, een mix is tussen cabaret en... Is dat de publiekstrekker? Dat is altijd een publiekstrekker, ja. We hebben Blues in Boxes, dus een voorstelling in een zeecontainer en dat gaat heel erg over angsten en verlangens. Hier hebben we een heel groot podium waar straattheater is, dus dat is gewoon gratis toegankelijk. Er rijdt ook af en toe rijden er rare dingen door het publiek. We hebben, er is zoveel te doen. Ik vind het altijd lastig om daar ook een soort... Ja, je kunt daar moeilijk een greep uitnemen, want je doet het een tekort als je het andere in de aandacht brengt eigenlijk. Ja, en wat ik vooral heel leuk vind is, vanavond hebben we dan die hele grote voorstelling van de Commando's op de Petterwaardse Schans. En er komen 1500 man, die starten eerst op het plein en die gaan lekker wat eten en wat drinken. En dan stappen ze hier verderop in de pendelbussen. En dan gaan ze naar de locatie en daarna komen ze weer terug. En dan heb je gewoon een hele mooie dag. En dan zie je dan nog de tentjes afgaan en het is echt een volle dag. Eten, drinken, het ziet er heel gezellig uit natuurlijk. Ja. Alle voorstellingen, worden die maar één keer per dag gedraaid of gaat, is dat doorlopend? Doorlopend, ja. Bij het plein hebben we afspraken met de makers. Staan eigenlijk voor het grootste deel voor hunzelf. Dus wij krijgen maar een beperkt bedrag daarvoor terug. En dat willen we. We willen die mensen juist ook stimuleren van, hier kun je je geld verdienen. Ja, en je ziet die jongens, verderop staat er een huisje. Drie mannen, die hadden eergisteren volgens mij 35 voorstellingen gespeeld. Maar je komt speciaal dus voor dit festival hierheen. Ja, ik speel zelf. Of ik heb hier gespeeld. Je hebt hier nu ook deze... Ja, deze boulevard. Maar je hebt gespeeld... Betekent dat het nu klaar is voor je? Ja, nu, gisteren was de laatste voorstelling. En hoe komt dat? Want de meesten spelen toch nog tot zondag? Niet de grotere. Op locatie, andere dingen die niet. Nee. En was het een toneelvoorstelling? Ja. Of ging je Ja, van de Vlaamse groep Laika bij een theatergezelschap. Oké. Okay. En dan kom je uit Breda en speel je bij een Vlaamse groep? Ja, en ik studeer in Maastricht. Oh, dus om het lekker makkelijk te maken, ja. Maar nu ben je dus zelf klaar met spelen. Ik neem aan dat je dan daarvoor nog niet zo heel veel gezien hebt van het groep. We zijn pas zondag begonnen. Dus toen heb ik niks meer gezien. Of jawel, ik heb gisteren ook Katen gezien. Ik heb Blaas gezien. En nog een aantal dingetjes hier heb ik gezien. En nu, want blijf je hier overnachten? Wat doe je? Ga je weer terug naar huis? Ja, ik ga vanavond weer terug naar huis, maar ik zat op hotel hier op de markt. Ja, maar kom je nog terug? Ga je nog andere dingen bekijken? Ik ga vandaag nog naar Rosa Schietent vanavond. Ja? En ik ga vanavond ook nog naar de Drie Mannen. Dus daar ga ik niet naar kijken. Is dat nou echt een echte sauna? Dat is niet een... Ja, het is een echte sauna. Ja. Het ruikt naar eucalyptus. Die, ja. En, is het dan ook zo warm? Nou ja, als je inderdaad met 12 man op elkaar zit, dan begint het wel aardig warm te worden. Gelukkig is het een voorstelling van 10 minuten. Dus. Maar het zijn dus drie mannen die daar spelen en dan zitten er 9 toeschouwers of zo. 12. Ja, dat past allemaal. Ja. Jij bent alweer. Ik ben zojuist eruit gekomen, ja. Oh, en het was... niet gesmolten? Nee, gesmolten. Nog net niet, nee. Okay. Het was zo'n hele goede voorstelling. Ik ben gewoon heel brutaal. Vraag ik gewoon van, is dat gewoon je kledingstijl of heb je ook een voorstelling? Dat is gewoon mijn jasje. Oké. Nou, ik vind het leuk hoor, daar niet van. Oké. Nou, mooi, dankjewel. Wat vond jij de mooiste voorstelling die je hier gezien hebt? Dat is een hele moeilijke, want ik heb Blaas gezien van Boukje Zwijgman. En die vond ik heel mooi. Maar ook FC Bergman. Het zijn twee totaal verschillende voorstellingen. Maar, en die... dus daar kan ik niet tussen kiezen. Dat zijn twee FC Bergman ging ik naartoe, dat wist ik. En wat wel mooi was, Boukje Zwijgman wilde ik heel graag naartoe. En dan heb ik op het laatst van Frits, de buschauffeur, nog een kaartje weten te krijgen. Want het was eigenlijk uitverkocht. Het was uitverkocht en hij kwam langs dat er nog een kaartje te koop was. Ben ik er achteraan gerend, in de bus gestapt. Dus dat was qua ervaring... Ja, dat maakt het natuurlijk veel groter. Dan je hebt wel gelijk. Sommige dingen kun je niet vergelijken. Maar deze twee sprongen er voor jou gewoon uit. Ja, zeker. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Dank je wel. En gaat vast en zeker lukken. Want wat ik er hiervan zie, dat het is gewoon één groot feest, hè? Ja. En dat nog tot met 11 augustus. Dus, tot en met 11 augustus. Ja. Fantastisch. We gaan er gewoon samen een mooi feestje maken. Zo is dat. Heel veel plezier. En bedankt. Ja.
Hebben jullie het heel druk gehad al de afgelopen tijd? Ja, het gaat heel goed. Het is een beetje weersafhankelijk natuurlijk. Het is allemaal terras, maar nee, gaat helemaal prima. Ja. Staat u hier ieder jaar op het festival? Volgens mij is dit mijn 10e jaar. 10e jaar dan? Volgens mij, maar ik moet er even om liegen. 9 of 10. Ja. Krijgt u kans om zelf ook nog wat voorstellingen te bezoeken of is dat helemaal kansloos? Tijd voor. Ik geniet af en toe wel van het straattheater wat voorbij schuift, maar voor de rest... En de muziek op de achtergrond is hard genoeg, hè? Dat is hartstikke leuk, ja. En s'avonds ook heel sfeervol, alles leuk uitgelicht. En, is het laat iedere avond? Ja, 1 uur sluit het, maar dan is het nog poetsen en zo. En dan drink je zelf nog wat en dan is het stiekem toch al gauw weer laat, ja. En hoe laat bent u dan 's morgens weer paraat hier? Vanaf 11 uur meestal. Dat zijn korte nachtjes dan voor u? Ja. Hard werken deze 11 dagen? Hard werken, daarna een weekje vakantie dus. Wat is voor u in 1 zin boulevard? Mooi weer, fijne terrasjes, vriendschap, mooie voorstellingen. Dank u wel. Boulevard in 1 zin. Lukt dat, denkt u? Dat gaat niet lukken. In 2 zinnen dan? In 2 zinnen. Ja, boulevard is een theaterfestival, dat is 1 zin. Dat is 1 zin. Wat betekent het voor u? Nou, ik kom hier toevallig. Ik wist niet eens dat er een boulevard was. Dus, En vindt u het leuk? Ik vind het wel leuk. Ik vind het ziet er hier wel gezellig uit. Oké, wens ik u nog veel plezier. Dank u wel. Wat zit jouw haar apart? Ja. Vertel er eens iets over. Wat is dat? Ja, ik heb het daar bij het... daar kon je lucht in je haar laten spuiten. Ja? En dan bleef hij zo zitten. En soms doen ze er haarlak in, maar meestal niet. En dan gaan ze... Er zit wel haarlak in, hè? Ja, nu bij mij toevallig wel. Ben je niet bang dat je het niet meer uit de war krijgt morgen? Nee, want ik heb het al een keer eerder gedaan en toen lukte het ook. Gaat heel makkelijk. Ja, okay. Ja. Heb je het goed naar je zin hier op het boulevard? Ja, ik vind het heel gezellig. Ben je vaker hier of alleen maar vandaag? Ik ben nu voor de 2e keer hier. Oké. Nou, dan wens ik je nog heel veel plezier en succes met je haar. Het ziet er gaaf uit. Nou, ik zit hier op de boulevard met Emiel van het befaamde, beroemde duo Rob en Emiel. Ja, toch wel. Ik kom Emiel op de gekste plekken tegen. Ja, klopt. We zijn altijd lekker bezig, dus we komen overal. Jullie doen heel veel, hè? Want behalve dat jullie wereldkampioen geweest zijn, vertel daar eens wat over. Ja, we zijn in 2009 uitgeroepen tot beste mentalisten ter wereld. En we hebben aan allerlei wedstrijden meegedaan. We zijn meervoudig Nederlands kampioen. En wij proberen eigenlijk op allerlei verschillende plekken onze dingen te laten zien. Dus we staan nu gezellig op de boulevard. Maar we werken ook heel vaak voor bedrijven, voor restaurants, voor allerlei organisaties en verenigingen. Dus we doen zoveel verschillende dingen. Mensen kunnen ons eigenlijk overal tegenkomen. Ja, jullie zijn niet voor één gat te vangen. Dat is duidelijk. Sowieso niet, letterlijk niet. Want wat jullie doen is behoorlijk indrukwekkend, vind ik. Nou, dankjewel. We proberen mensen echt te verwonderen op de meest uiteenlopende manieren. Maar we verwengen heel veel cabaret en humor proberen we in onze shows te verwerken. Dat mensen vooral een leuke avond of middag hebben. En ook nog met een verwonderd gevonden buiten gaan. Nou heb ik het genoegen gehad om zo'n avond van jullie mee te maken. Waarin, ik weet niet of ik het zo mag noemen, een soort dinnershow-achtig. Waarin jullie de avond aan elkaar praten. Mensen een gangetje eten, daarna het theater ingaan en jullie voorstelling zien. Ik viel echt van de ene verbazing in de andere. Ja, dat is precies de bedoeling, ja. Het is het Magic Cabaret Theater Diner wat wij doen. Dat doen we meer dan 100 keer per jaar. En dat is zo ontzettend leuk om te doen voor ons. En het is ook ontzettend leuk voor mensen om daarbij aanwezig te zijn. Ja, dat elke keer weer een feestje is om te mogen doen. Dat is echt ontzettend leuk. Maar wat ik echt vind, wat jullie grote kracht ook is... Ten eerste kun je zien dat jullie ontzettend goed op elkaar ingespeeld zijn. Maar die humor die erin zit. Ik bedoel, als mensen een avondje uit zijn, willen ze ook lachen. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat humor een heel belangrijk onderdeel is. En dat zit dan ook in meerdere acts die we laten zien. En dat humor bindt. Ik denk dat humor iets is als je moet lachen. Dan ontspannen bepaalde spieren en spannen andere spieren die anders niet gebruikt worden. En dat breekt een spanning en dat bindt een publiek bij elkaar. En dat is heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk. Je moet altijd weer de aandacht van de mensen weten te vangen en vast te houden. En dat vind ik bij jullie zo fantastisch. Dat je echt van het begin tot het einde op het puntje van je stoel zit. Dat vangen jullie gewoon geweldig. En ik vind iedereen moet gewoon naar Rob en Emiel gaan kijken. Nou, graag. Kom maar op. We hebben gemiddeld de afgelopen jaren telkens tussen de 135.000 en 140.000 bezoekers. Maar veel? Ja, dat zijn we altijd heel erg blij mee. Maar dat komt ook omdat ons plein is gratis toegankelijk. Het doet vergelijkbaar iets qua gevoel is natuurlijk een parade. Nou, daar moet je entree voor betalen. Wij willen het open houden, zodat echt, nou, je ziet ook iedereen komt hier. En ja, sommigen komen hier om een biertje te drinken, anderen om een heftige voorstelling. En je hebt ook weer mensen die daar een mix tussen zoeken. En dat helpt heel erg als opstapje. Dus mensen zijn hier en worden toch wel verrast door de makers. Of van, nee, wil je toch niet wat bezoeken? Want we hebben toen ook een onderzoekje gedaan van, ja, hoeveel mensen komen hier nou alleen maar zitten en een drankje doen? Ja, precies. En wat natuurlijk prima mag, maar dat bleek maar iets van 7% van de bezoekers te zijn. En de rest die gaf in ieder geval aan wat cultureels te doen. En dat varieert natuurlijk van straattheaterbezoeken tot de tentjes of de voorstellingen in de theaters en op locatie. Heb jij alle voorstellingen zelf gezien? Nee, ik heb nooit zoveel tijd. Ik ben altijd zo druk aan het heen en weer rennen. Ik heb er twee gezien waar ik echt juichend zo'n beetje uitkwam. En vanavond ben ik nog wel van plan naar een mooie voorstelling te gaan. En ik hoop nog een dagje op het plein alle tentjes af te gaan. Maar voor ons, ja, het is een waanzinnig feestje om te organiseren. Maar ik ben er wel heel druk mee. Wat heeft u hier gezien wat u zegt van, nou, dat vind ik nou echt voor mezelf een aanrader. Dat moet iedereen gaan kijken. Ik weet eigenlijk niet of ze er nog zijn. Maar NT Gent, Rood, vond ik een absolute aanrader. En was dat toneel? Theater is een theaterstuk. Ja. Daar was u van onder de indruk? Ja, daar was ik van onder de indruk. U ziet, alles komt hier bij elkaar. Theater, muziek, kunst, cultuur, lekker eten en drinken, gezelligheid, vriendschap, leuke terrasjes. Dit was weer het bloemetje van deze week. Graag tot volgende week. Het bloemetje van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Purvis, bloemen en planten op het Rivierenplein in 's-Hertogenbosch.